Als het aan Dutch Diary Genetics ligt, komen er naar schatting tussen de 230.000 en 250.000 kippen terug in de megafarm aan de Dennekamp in Groesbeek. Het pluimveebedrijf was voorheen van Van Deursen en hield 300.000 kippen in een legbatterij. Het bedrijf moest op last van de rechter sluiten vanwege de uitstoot van ammoniak. In 2015 werd bekend dat Van Deursen een doorstart wilde maken met 291.000 kippen. Niet iedereen is daar even enthousiast over. Ik vind dat kippen vrij moeten lopen. En niet opgehokt worden, moeten worden in grote schuren of hokken of noem maar op. Ik vind het uh, jammer voor de ondernemers hier in Groesbeek. Nou, ik ben er niet zo kapot van, eerlijk gezegd. Want uh, het is een beetje te. Allemaal een beetje te veel, ja. Ja, ik vind het een goed idee. Laat me komen. Als ze maar voldoen aan alle normen en eisen die daar gesteld moeten worden. Ja, absoluut. Ik ben niet moeilijk, hè. Dus ik, ja, ik vind alles wel goed, hè. zo zit het. Het bedrijf is vervolgens in 2016 voor 1,2 miljoen euro verkocht aan Dutch Dairy Genetics. Volgens de vergunning kon het bedrijf verder met de kippen, maar DDG wilde liever een melkverwerkingsbedrijf starten. Het heeft misschien niet zoveel, geeft misschien niet zoveel stank, maar ja, in dat gebied daar een melkverbreker zie ik ook niet zo zitten. Nou, dat weet ik niet, want ik heb ook nooit niks van die ammoniak gemerkt. Maar ik denk, als er een luchtwasser komt, dan zal er toch onderzocht worden, neem ik aan. Als alle procedures soepel verlopen, kunnen de kippen er eind 2018 in. DDG houdt er rekening mee dat er nog bezwaren ingediend gaan worden, waardoor de verwachte opening uitgesteld gaat worden.